ons onderzoek ging over de verantwoordelijkheid van uh, professionals in de financiële sector... voor het ontstaan van de kredietcrisis. Nou, in de media is er uh, nogal op gehamerd dat uh, het, de oorzaak daarvan was... het uh, onbeperkt nastreven van eigenbelang door uh, bankiers. Uh, nou, dat is een beetje een vreemde diagnose, want als eigenbelang een probleem is... hoe kan het dan toch zo zijn dat we sinds de dagen van Adam Smith... Dat we er toch aan gewend zijn geraakt dat het eigenbelang het belangrijkste motief is voor uh, handelen in de economische sfeer. Dus uh, als het dan over eigenbelang een probleem zou zijn, dan moet het over doorgeschoten eigenbelang gaan. Is er daar sprake van geweest in de aanleiding van de kredietcrisis? Is er sprake van doorgeschoten eigenbelang? En dat is in zekere zin wel het geval. En dat heeft te maken met de dominante vrije marktideologie, eh, die een aantal kenmerken heeft. En één daarvan is dat markten zichzelf wel corrigeren. Als er producten zouden ontstaan, financiële innovaties, die op een of andere wijze niet rationeel zijn, dan corrigeert de markt zichzelf wel en dan zullen die producten verdwijnen. Eh, dat geloof alleen al, heeft het u bij. Toezichthouders zoals Alan Greenspan ervoor gezorgd dat ze uh, terughoudend waren uh, om in te grijpen in die vrije markt. Ten tweede uh, hield de vrije markt-ideologie ook in dat vrij economisch handelen leidt tot creativiteit, tot innovatief ondernemerschap. Dat is onder andere terug te voeren op het werk van Friedrich Hayek, uh, belangrijke inspiratiebron uh, ook voor veel investmentbankers. Die creativiteit is natuurlijk een goede zaak, want daardoor uh, is inderdaad een economie uh, het ontstaat tot innovativiteit. Alleen uh, kan het natuurlijk soms wel het geval zijn dat sommige producten te veel risico's bevatten. En omdat die risico's niet meer getoetst werden door overheidsinstanties, door uh, toezichthouders, uh, was er eigenlijk geen corrigerend uh, regime meer uh, die in feite kon voorkomen dat die innovatieve producten die doorschoten, dat die van de markt werden gehaald. Nou, uh, Bijgevolg dat er dus inderdaad producten ontstonden waarvan iedereen dacht dat ze en de shareholders rijker ma zouden maken, dat ze ook een belang waren van de klanten, dus volgens het eigen begrip van de mensen in de financiële sector eigenlijk fantastische producten waren, en dat ze dus ook niks fout deden, uiteindelijk toch hebben kunnen leiden tot zo'n catastrofe. Katast dus het heeft veel meer te maken met ja, bepaalde blinde vlekken die door ideologische omstandigheden, Namelijk het geloven in de vrije maakt denken tot stand komen. Uh, onvoldoende corrigerend vermogen was vanuit de toezichthouders. Uh, het tweede deel van het verhaal is natuurlijk ook wel dat uh, de professionals zelf zich ook wat meer hadden kunnen corrigeren. als ze hadden gekeken naar de belangen van andere, klant, uh, andere stakeholders, zoals de klant. Want de klant centraal stellen is zeker nodig. Maar wat dat precies betekent, dat is volgens mij nog een lange weg te gaan. voor de financiële sector om te ontdekken. En wat ze moeten doen om die klantendaten centraal te stellen. En dat heeft dan te maken met een aantal normen en waarden die wel weer terug te vinden zijn in hun eigen uh, ethische codes, die we ook hebben onderzocht. Uh, ze zeggen het allemaal wel, in feite, dat die klant centraal moet uh, uh, klantenbelang centraal gesteld moet worden. Maar wat er voor nodig is, namelijk ook een redelijke zorg als een belangrijke deugd voor die klant, en ook openheid en transparantie als flankerende deugden, daar is men eigenlijk nog niet echt aan toegekomen om dat ook in de. De cultuur van die organisaties ja, echt te laten groeien. Maar hoe ziet dat er in de toekomst uit? Ja, dat is uh, natuurlijk lastig uh, in te schatten op dit moment. Maar ik, de geluiden die ik hoor uit de bancaire sector zelf geven aan dat ze nu hun handen vol hebben aan het uh, ja, implementeren van alle regels die op hun kunnen afkomen. Dus de compliance officers bij de banken die hebben, uh, maken lange dagen. Um, en dat heeft ook tot gevolg dat men eigenlijk niet tot, uh, tot het andere toekomt, namelijk de cultuuromslag die ook nodig is. De cultuuromslag om andere waarden zoals het klantenbelang centraal te stellen. Want dat, dat is iets van het lange adem, daar moet je ook uh, veel tijd en aandacht aan besteden. En door de focus op het uh, naleven van alle nieuwe regels is daar op dit moment eigenlijk onvoldoende aandacht voor. En is het voor, voor het overige eigenlijk business as usual.